Dit is wat een hond ziet. Want met zo'n groot gebied is het niet dat ieder kegeltje een impuls geeft. Nee, het zijn groepen van kegeltjes. Dit is... De hond ziet met zijn oude systeem, wat wij ook nog hebben, heeft een center surround, heet dat. We hebben kegeltjes in het midden, een stuk of 10 zeg maar, en daaromheen ook nog kegeltjes. Nu is het zo dat de kegeltjes in het midden reageren op licht en de kegeltjes daar rondom reageren negatief op dat licht. Met andere woorden, als het een gelijkmatig vlak is, dan krijg je geen belichting, geen impuls. Pas als die een contour tegenkomt of een verandering, ziet die een impuls. En dan, dit ziet een hond, vaag, contouren. Als diegenen die een hond hebben, weten wel, als de baas van verre komt, dan ziet hij niet. De kwispel staat, die twijfelen. Totdat hij hem hoort of ruikt. Dan pas heeft hij door wie het is. Dus hij moet de geur hebben. Nou, dit is in ieder geval van de mens. Hier, dit zijn, even om te oriënteren. Hier ziet u allemaal bloedvaten die dat netvlies... voeden. En hier ziet u weer gele plek, dat zijn waar alle zenuwen naar de hersenen gaan. Maar hier ziet u een rode vlek en een witte puntje, dat is alleen maar 1 millimeter groot. Dat is in de evolutie daar nieuw bijgekomen en dat zijn kegeltjes die, elk kegeltje krijgt een impuls. En die impuls wordt aan de hersenen doorgegeven, terwijl rondom, net als bij het zoogdier, kegeltjes zitten die center surround alleen maar verschillen laten zien. Maar deze, dit 1 millimeter, kan alleen scherp zien, omdat die elke impuls kan zien, ieder detail. En omdat je kegeltjes hebt die rood, groen en blauw kunnen onderscheiden, kunnen ze ook verschillen maken. Hiermee zien we een kleur. Hiermee niet. Alleen 1 millimeter. Ik denk dat iedereen al gaat bevroeden waar de schilderkunstige zaken heen gaan. Hier ziet u al wat je met die 1 millimeter doet. Want als je een gezicht wil herkennen en je wil de details kennen. Dit is als iemand naar zo'n gezicht kijkt dan zie, en die oogbewegingen worden geregistreerd. Dan zie je hoe wij een gezicht herkennen. En dat herkennen we alleen omdat wij dat met scherp zien kunnen aftasten. 1 millimeter. 1 millimeter is de duimnagel op armlengte. Zo kan ik alleen maar jullie scherp zien. Dan denken we wel dat we alles scherp zien. En dat is misschien wel zo, dat zorgt de hersenen voor. Maar dat is omdat wij... Even naar links gaan en we zien scherp. We zien altijd scherp als we ons richten. Dat is ons idee. Maar het is alleen maar zo en deze tekening herkent dat. Nu wil ik een tweede ding, iets over die kleuren vertellen. Ik zei al, dat middelpunt is alleen maar kleurgevoelig. Daarmee kunnen we kleur zien. Wat zien we eigenlijk met kleur? Want het is natuurlijk zo, het zijn elektromagnetische golven... Van in het gereflecteerde licht. En daar zit helemaal geen kleur in. Het zijn gewoon golven van een verschillende frequentie. Nou, de grap daarvan is dat ieder object waar je naar kijkt, waar het licht reflecteert, is het zo dat afhankelijk van de moleculaire samenstelling en de opbouw, wordt... De absorptie van het licht bepaalt. Met andere woorden, en dit is heel recent uit een voorbeeld dat het gelijk aangeeft en ook nu economisch wordt gebruikt. Het is namelijk zo dat groene sla is groen omdat die blauw en rood absorbeert. De gereflecteerde licht is groen. En dat hebben ze ontdekt. Met het kweken van sla
alleen maar met een pietje paars, rode ledlampjes, met blauwe ledlampjes. En de grap is dan bovendien nog van dat deze kas, zijn proefkas, is helemaal afgedekt met zonnepanelen. Daar wordt energie uitgehaald. Die ledlampjes gebruiken heel weinig energie. Dus ze houden energie over en kunnen dus zo'n kas alleen maar belichten met dat paarse licht. En hier demonstreert het dat eigenlijk wat we zien is de energie die door een object is opgenomen. Wij herkennen informatie van energie die opgenomen is. Wij zien geen beelden, wij zien informatie. En we hebben dus, we krijgen informatie enerzijds van contouren en vorm die aangeven waar iets is. En we hebben in kleur en textuur zien we wat het is, welke substantie het is en of het lekker is, of we het kunnen gebruiken, et cetera, et cetera. Dit zijn de twee principes in de evolutie. Je hoeft alleen maar te weten waar iets is en wat iets is. Dit demonstreert dit ook. Dit is dus die slaplantjes. Sla reflecteert groen. Omdat dus als het blauw en rood wordt geabsorbeerd, zien we groen. Hier zien we een foto wat wij onmiddellijk herkennen. Alleen, dit is niet wat wij aan informatie binnenkrijgen. Dit is wat wij aan informatie binnenkrijgen. De omgeving is vaag, net zoals een hond dat ziet. Voldoende hoor om nergens tegenaan te lopen. Maar alleen het middenstuk waar we naar kijken, deze god die daar rondloopt in dit park, of kabouter misschien, ik weet het niet. Maar die zien we in kleur en scherp. Dat is wat we zien. Nogmaals gezegd, we hoeven ons hoofd maar een millimeter of wat centimeters te bewegen en we zien het volgende beeld helder.